Welkom bij het Etten-Leur Bulletin maandoverzicht van oktober 2017, met deze keer de volgende onderwerpen. Mark Rutte bij het Munnikenheide College. Regentonnen uitgedeeld bij Live & Garden. Smartlappenfestival. Drugslab onder garagebox ontdekt. Halloween optocht in Etten-Leur Noord. VVD-leider Mark Rutte legde woensdagavond aan honderden kiezers de plannen van zijn nieuwe kabinet uit. In het Munnikenheide College in Etten-Leur werd de premier even aan de tand gevoeld. Hij bood een Q-koorts patiënten uit Rijsbergen een luisterend oor en sprak over het verbod op motorbendes. Dus ik kan niet helemaal plaatsen van 400 miljoen naar 1,4 miljard. Moet je me daar even laten zien waar dat staat. Dan moet er een drukfout bijna staan. Ja, dat zou wel beter zijn. Een keer ook in Wils geweest. Frits Wester is hier. Rianne volgens mij, Frits heette zij, zeg ik aan mijn hoofd. Rianne, toch? Ja. En zij is lijfspeler van Dons met over. Maar ik heb altijd gevonden dat een moderne liberale partij, die het belangrijk vindt dat veel mensen aan het werk kunnen, voor moet zorgen dat het probleem van klimaat en die energietransitie, dat alles moet veranderen. Ik ben ontslagen ook om de reden dat ik ziek werd. Ik heb 2,5 jaar. En dat vind ik heel schrijnend, want ik ga een half uur pauzeren nadat ik klaar ben met mijn route. En zij moet door en ik lig op mijn tandvlees. Ja, ja. Nou heb ik ook gewoon een zieke. Ja, maar even, mag ik beginnen met mijn respect uitspreken? Ja. Want een van de meest imponerende momenten in de Tweede Kamercampagne was toen ik bij Eindhoven's Dagblad was, of het Brabants Dagblad, dat was een bijeenkomst in Eindhoven. En daar ging het onder andere over Q-koorts. In het slotweekend van de Etten-Leurse Week van de Duurzaamheid is er maar liefst 56 vierkante meter tuintegels ingeruild bij Live & Garden. Daarvoor kregen de deelnemers gratis tuingroen terug. Daarmee kunnen ze hun stenen tuin fors vergroenen. Inwoners die al een groene tuin hebben, kregen van de gemeente een schouderklopje. Door mee te doen met een fotoactie konden groene tuinbezitters kans maken op een regenton van 100 liter. Onder de inzendingen werden er 5 verloot. De winnaars van deze actie maakte wethouder Dujardin bekend tijdens de inruilactie bij Live & Garden op zaterdag 14 oktober. Maar er gebeurde meer. Echt allemaal. Hartstikke fijn. Heel veel plezier ermee. En maak er goed gebruik van. Ja, dank u. En als je nog wat wil weten, vergeet weten hoe het werkt. Ja, ja. Dag Ron. Zeker om alle oplossingen. De dingen die ze dan nog zeker kan jij. Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Nee, dat is het belangrijkste. Ja, we zijn dan de enige dingen die ze nog zelf moeten. Ja, maar dat is. Na het grote succes van 2016 was ook dit jaar weer een nieuwe editie van Feestweekend Etten-Leur. Van vrijdag tot zondag waren er weer verschillende optredens in de tent aan het Oderkerkpark. Zaterdagavond was weer het Smartlappenfestival. Met dit jaar weer een aantal bekende namen. Met lokale Etten-Leurse toppers zoals Jury Labé, Mitch Kerstens en José Sepp. Maar ook een aantal landelijk bekende artiesten kwamen voorbij. Sean Jay, Rijn Mercia, Marco Kanters en de topact van de avond, Frans Duits. We staan hier in de Brederolaan in Etten-Leur. Daar hebben we vanochtend een instap in een woning gedaan met daaraan vast een garage. En we hebben daar in de garage een productieplaats voor amfetamine aangetroffen en verschillende soorten drugs. Amfetamine, ecstasy, hash en GHB. En ook een aantal patronen voor een vuurwapen. We hebben de bewoner aangehouden en de mevrouw die in de woning aanwezig was, die hebben we ook aangehouden. En we gaan zo meteen nog een auto afslepen, want die hebben we ook in beslag genomen. En dit is allemaal gebeurd naar aanleiding van een aantal anonieme tips die we vanuit de buurt hebben.
maar die van mij had ik dan. En had een bot aan. Ja, die was het. Ja, die dan ongeval zelf heb gehad. Ik heb geen foto nodig. Ongeveer 1200 mensen namen donderdagavond 26 oktober deel aan de grote Halloween-optocht in Etten-Leur-Noord. Een indrukwekkend, griezelig drukke optocht die via Schoenmakershoek en de Keen eindigde bij de Westpolderplas. Een aantal woningen waren flink versierd en ook bij de Westpolderplas was er flink uitgepakt. Hier werd iedereen ontvangen door heksen en zombies. Op het strand was een groot vuur gemaakt waar de bezoekers bij konden gaan zitten en wat te drinken.